De winnaar van het Deventer Monument van het jaar is geworden. Titi en Jan-Jaap Lems wisten met hun kerkwoning zowel de jury als het digitale stemmerspubliek te overtuigen. Met maar liefst 13.000 stemmen is de monumentenverkiezing een ongekend groot succes gebleken. Wij zijn net bij een huldiging geweest en hier werd de prijs uitgereikt voor het mooiste monument van de stad Deventer. Van het jaar 2020. Wij wonen aan de Graaf van Burenstraat en dat is van origine een hervormde kapel en nu is het onze woning. Eigenlijk wilden wij ons gewoon aanmelden voor de Open Monumentendag. En die bleek niet te zijn dit jaar, dus toen hebben we ons ingeschreven voor deze wedstrijd. En als ik het goed begrepen heb, was er een jury van 5 personen en die heeft alle 15 monumenten die zich aangemeld hadden bekeken. En hebben daar 5 monumenten uitgekozen. We kunnen eigenlijk wel spreken van een groot succes. Er zijn ruim 13.022 stemmen uitgebracht. En eigenlijk kan dat al niet meer kapot, want we hadden eigenlijk veel minder verwacht omdat het eigenlijk een nieuw iets is. Maar is deze visie nu al boven verwachting. En ik sluit ook niet een volgende editie uit. De verkiezingsuitslag werd vrijdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van het digitale programma van Open Monumentendag. Dat afgelopen weekend werd gehouden. Erfgoedorganisatie Deventer Verhaal presenteerde hierbij ook een digitale speurtocht door de stad, genaamd Zoeken en Dwalen. De speurtocht werd gemaakt in samenwerking met VVV Deventer en is gericht op kinderen en volwassenen. We zijn met de Kids Reporter op bezoek geweest bij de monumenten. En daar hebben we met de monumenteneigenaren hebben we daar een mooi filmpje van gemaakt, zodat ze hun monument kunnen presenteren aan het publiek.